zijn hier op het melkveebedrijf Batenburg. Wij hebben hier een melkveebedrijf samen met mijn vrouw Jeanette Brandsma. Mijn naam is Peter Albers en we hebben 3 kinderen. En we hebben hier een melkveebedrijf vlakbij Giethoorn. Het is hier ingepolderd en we hebben hier zand- en veengrond. Waar we prima gras op kunnen telen en het gaat redelijk goed om mais te telen. Dat is goed om te weten, omdat we moeten melk produceren en daar willen we onze boterham mee verdienen. En dan kun je daar een koe bij fokken die dat goed kan. Dat is tenminste ons idee over fokkerij. Onze strategie op ons bedrijf is om zoveel mogelijk ruwvoer om te zetten in melk en het krachtvoeraandeel wat te beperken. Maar wat ook heel belangrijk is dat de koeien oud willen worden en in onze filosofie is dat je dan moet kijken naar de meest beperkende factoren op je bedrijf waarom de koeien niet oud willen worden. En belangrijke afvoerredenen in Nederland zijn vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwgezondheid. Uiergezondheid moet je wel in de gaten houden omdat we in de toekomst ook steeds minder antibiotica mogen gebruiken. Fokken is vooruitkijken en wat je over 5 jaar nodig bent. En dus uiergezondheid is daar ook een hele belangrijke in. 3 keer in het jaar zie je er een index draaien. Dan kijken we weer welke stieren een nieuwe index gekregen hebben of als de index veranderd is. Je kunt die in de perspublicatie van CRV kun je die zien. Hier bovenaan staat een stier Alpina Malcolm, een Stellando-zoon. Nou, dat vind ik dan wel mooi omdat het Stellando door ons gefokt is, dat die stier dan bovenaan staat. Wij kijken alleen naar de stieren die in Nederland getest zijn of onder een Nederlands vergelijkbaar systeem met veel ruwvoer en niet heel veel mais. Want ik denk dat het belangrijk is dat het systeem waar ze getest zijn, dat het overeenkomt met je eigen bedrijf. Hier heb je een individuele stier van Nilsson. En 90 kilo vet en eiwit, dat voldoet aan onze criteria. En wat zeggen deze cijfers nu? Als je hier deze stier ziet met plus 450 liter melk, dan moet je naar je eigen bedrijfsniveau kijken van hoe hoog zit je eigen bedrijf. Nou, ons bedrijf zit op plus 600 liter, dus qua melk ga je met deze stier er niet op vooruit. Dan moet je er wel rekening mee houden dat het altijd de fokwaarde van de stier is en de dochters krijgen de helft van de vader mee. Dus je moet hem eigenlijk delen door 2. Dat moet je wel heel erg rekening mee houden als je die cijfers bekijkt. Hoe gaan ze functioneren in jouw bedrijf, in jouw situatie?